benen zitten vast. Dat druk het dan waarom? Ja, wacht maar, wacht maar. Sta niet te grapen. Vlucht naar het strand, we zetten uitgangen. Ja, doe ook eens wat, Willy. Ja, kom er weer uit. Gaat niet, ik zit vast. Maar je blijft maar zitten, dat je verrot. Hij zit vast. Lekker hè, zus? Wacht maar, ik draai je nek om als ik hier loskom. Ik heb hier nog wat te doen, papa. Loop jij naar het schip en hijs de zeilen. Ja, en jij dan? Ik kom wel. Daar is hij. En jij werkt sneller. En jij alweer aan het opspelen? Dan ga je weer tegen de muur. Maar moet ik dat maar nog doen? Marco, hier voor jou. En vlucht zo snel je kunt. Nee, Marco. Je blijft hier. Jij zijn lief. Succes. Marco. Hier, dat zijn mijn goud. Marco! Maak de kanonnen vuur klaar! Direct alle kanonnen laden! Kanoniers op hun posten! Ahoy! Hoi, goed dat je er bent, Pippi. Oh, Pippi, ik dacht nooit dat je het zou halen. Ik ben toch zo bang geweest. Jullie schieten alsof jullie klaar voor jassen. Kretski, we doen maar we kunnen. Beter richten, ze lacht ons uit. Je bent een flinke meid, Pippi. Net zoals jij, papa. Dank u. Ach, dat is beter. Maar hoe nu verder? Dat zal ik je zeggen. Roetbarend en Messenjochem zullen ons op het andere schip zo snel mogelijk achtervolgen. En weet je waarom? Nee. Omdat ze voor ons op het eiland willen zijn om de schat te halen. Hoor eens, papa. Waarom heb je niet een verkeerde plaats opgegeven? Je kunt anders ook zo goed liegen. Je weet toch, ik kan helemaal niet tegen kietelen. En die twee die hebben me zo gekieteld dat ik niet meer liegen kon. Je mag helemaal niet liegen. Kietelen of niet? Bovendien hebben we een goede voorsprong. Maar er komt een storm opzetten. Tommy zal wel trek hebben. Wil je hem gaan aflossen, pap? Ja, daar staat een aardige wind. Zeerovers mij gevangen namen en me naar hun vesting brachten, hebben ze mijn mannen hier achtergelaten om ze te laten verhongeren. Wees maar rustig, papa, die zijn vast niet verhongerd. Bloedbarend en Messenjochem zijn heel nare kerels. Die moesten zich schamen. Kunnen we Fridolf en de anderen niet zoeken? Tuurlijk, hem en de schat. En we zullen ze vast en zeker vinden. Pippi, weet jij nog de weg naar de grot waar de schat verstopt is? Allicht, moet ik hem gaan halen?
Ja, kind. Eerst ga je 10 meter rechtuit. Dan moet je 5 meter naar rechts lopen. En dan maak je een rechte hoek naar links en dan kom je aan de grot. Ik weet het! Wippy, mag ik meegaan? Ja hoor, kom maar. Ik wil ook mee. Nou hebben we ze. Daar is het schip. En daar het eiland Madagascar. Zouden ze de schat al hebben? Aan boord vast nog niet. We roeien nou aan land en we schuilen ons daar vooraan tussen de duinen. En als ze er met de schat aankomen, vallen we ze aan en schudden ze uit. Geweldig, wat een plan, hè? Hoera! We zijn gered! Fridolf en schip vlucht naar het strand! We moeten tekens geven! Hallo! Hey, dat zijn zeerovers, bloedbarend en Nessie Jochem! Dan hebben ze kapitein Lankaus aan het praten gekregen en weten waar de schat ligt! Kom, we verstoppen ons en kapen het schip! Ja, we klimmen in de palmen en wachten af! Roofschuit. We mogen de schat wel meenemen, hè? Jij hebt er toch niks meer aan. Oh, wat mooi. Hier, voor jou, Annika. Dank je, Pippi. Tommy, jij wil zeker liever goudstukken, hè? Ja, dank je wel, Pippi. Kom, we brengen de kisten naar het schip. Mm-hmm. Nog even flink zijn. Uit mijn vel kunnen springen. Alles is nog niet verloren. Maar die grot was toch leeg? Ja, ze hebben de schat weggehaald. Goed. Maar ze hebben hem nog niet aan boord gebracht. We zullen ze aan het strand opwachten. Papa, we moeten meteen het anker lichten voordat Bloedbarend en zijn bende komen. Ja, waar zijn Tommy en Annika dan? Ze zijn nog op het strand. Jullie moeten aan boord komen. We nemen alleen afscheid van de kleine schildpadden. Haha, jullie kunnen nu van Pippi afscheid nemen. Ja, vooruit, vooruit! Pippi, Pippi! Papa, kom eens hier. Ja. Is er? We maken een ruil. We zullen die twee apen vrijlaten, maar alleen tegen die twee schatkisten. Zo'n vette buit hebben we al sinds meer dan 20 jaar niet meer gehad. Bloedbarend, zie je dat? Kapitein Lankaus, we hebben ons schip terug. U kunt aan boord komen. Papa, dat zijn vrienden over jouw overmanning. Ze hebben het schip. Wat is dat voor een schip? Wat dat voor een schip is, domkop? Dat is ons eigen schip. Wie zit er op ons schip? Wie erop zit? Een oude bemanning. Maar het is op ons schip! Wij hebben het schip gekaapt! Jullie hadden het van mijn papa afgenomen. Fridolf heeft het teruggekaapt. Bellen! Ja, maar wat moeten we er nu zonder schip? Laat ons koud! Je kunt nu te voet over het water gaan! En als je dat niet kunt, dan moet je je leven lang op Madagascar blijven! Ja, maar hier vinden we niets te eten! Je kunt toch goud en zilver eten? Het is een beetje zwaar. Pippi, doe ons dat toch niet aan! Zie je het boek, Bloedbarend? Daarin staat precies wat je allemaal moet doen als je een vlot bouwen wil! Hoe is het? Ruil je dat tegen de schat? Maar niet tegen beide schatkisten, dat... Dat gaat werkelijk niet, Pippi. Goed, het boek voor 1 kist, ja? Eerst moet men bomen vellen en laten drogen. Men rekent voor elke persoon die het vlot moet dragen
twee normale bomen. Twee bomen de man? Dat is goed, ja. Maar hoe moeten we dat dan doen? We hebben toch geen bijl? Nee, we hebben geen bijl. Pippi, we hebben geen bijlenbomen te vellen. Maar ik heb toch een bijl? Die kun je krijgen als je wil. Voor de tweede kist, hè? Ik zou mezelf wel kunnen schoppen. Eindelijk hebben we de schat en nu moeten we alle twee de kisten teruggeven voor een boek en een bijl. Dat is allemaal jouw schuld, Buffel. Nu wordt er een vlot gebouwd zoals het hier in het boek staat. Dus, eerst moeten er voldoende bomen worden geveld en wel twee stuks per man. Opschieten. Ik zal het proberen. Papa, nu ga je mee naar Villa Kakelbond en we blijven bij elkaar. Nee, ik geloof dat dat niet juist voor mij zou zijn. Want een zeeman moet altijd de wind in zijn neus voelen. Mijn schip en mijn mensen wachten op mij. Jij moet het weten, papa. Maar je komt me bezoeken, ja? Tuurlijk. Zeg, Pippi, één van de twee kisten is voor jou. Oh, dank je. De andere neem ik mee en verstop ik op een ander eiland. Tommy, Annika, ik dank jullie omdat jullie mij hebt helpen bevrijden. Maar dat hebben we toch graag gedaan? Werkelijk? Ja, kapitein. We hebben het fijn gevonden. Ja? Ja. Tot ziens en wel bedankt. Tot ziens, Pippi. Zonder jou was ik verloren geweest. Je kunt je niet voorstellen hoe trots ik op je ben, mijn kind. Net als ik op jou. Nou, dat is fijn. We doen nog eens als de korre doet. Kom. Zeerover opa Babi, ja, Pippi is precies als jij. Oh, Pippi, dat was een heerlijk avontuur. Thuis vertel ik alles aan mama. Maar die zal het niet geloven. Dat begrijp ik best. Ik geloof het zelf haast niet. Maar we hebben de schat als bewijs. 2 x 3 is 4. Wiedewiedewie, dat 2 is 9. Kreeg de wereld in. Wiedewiede naar mijn eigen zin. Hai, Pippi Langkous. Tolle riet, tolle reet, tolle hop, sa, sa. Hai, Pippi Langkous. Die doet haar eigen zin. 3 x 3 is 5. Wiedewiedewie wil van mij leren. 4 min 5 is 2. Diedeldoedeldoe, eens met ons mee.